zin kun je maken van Ilse Voor en Merlijn Koch. En dat zijn twee jonge dertigers die uh, vanuit de universiteit van humanistiek in Utrecht uh, nagedacht hebben hoe dat zij hulpverleners en coaches kunnen helpen om de vraag bij cliënten te gaan bekijken als zingevingsvragen. Want daar is een enorme behoefte aan op dit moment. Veel cliënten hebben allerlei frustraties, ongenoegens. En uh, de hulpverleners zijn niet altijd, uh, niet altijd wakker genoeg om de aanmeldingen te begrijpen als existentiële vragen. Ik denk daarom dat uh, de centrale gedachte van dit boek, met een heel breed palet van allemaal kapstokken om mee te werken, misschien wel deze is: ongenoegens, frustraties en lijden kunnen uitingen zijn van een gezonde zoektocht naar betekenis en zin. Dus de, de aanmeldingen van coaches, het, het geworstel, de onvrede die je ervaart in je leven, zijn een gezonde zoektocht. Dat is juist deel ervan. Je moet niet denken van: ah, Ik heb nu een probleem, of mijn cliënt heeft een probleem, en we gaan dat even uitwissen, we gaan dat oplossen. Nee, laat ons daar maar rustig bij blijven, aanwezig blijven en zien wat precies de vraag is achter de vraag. Zo kan bijvoorbeeld, een andere zin uit het boek, wanneer je zinloosheid ervaart. Kun je ironisch genoeg midden in een proces van zingeving zitten. Dat wil zeggen dat de, de, het onaangename gevoel van zinloosheid is al een onderdeel van het vinden van zingeving. Dat klinkt als een paradox, maar ik, ik begrijp heel goed wat ze bedoelen. En al die kapstokken helpen de hulpverlener of uh, helpt iedereen om. Te gaan zien waar die vraag precies in je leven werkzaam is. Een zin kun je maken betekent natuurlijk niet dat zij een stappenplan hebben om het antwoord te geven op de vraag: Wanneer is mijn leven zinvol? Het is een beetje een ironische titel, zou je kunnen zeggen. Het is wel, er is wel een vermogen die mensen hebben om zingevend bezig te kunnen zijn. En dat is de bijdrage van dit boek is juist dat vermogen van zingeving uit te klaren, daar allemaal kapstokken voor te geven. Dus het is een heel mooi boek waarin dat zingeving wel heel breed bekeken wordt. Ik persoonlijk, ik bekijk zingeving veel specifieker, namelijk als de, de, het verschil dat je wilt maken in een groter geheel, om de wereld te verbeteren, om meer goedheid en schoonheid in de wereld te brengen. Dus dat is mijn specifiek, zij bekijken dat breder en het voordeel daarvan is. Dat ze dan ook wel meer kapstokken geven, waar dan mensen kunnen op aanhaken. Dus dat is, dat is het grote voordeel van dit boek: zin kun je maken. Dus de vraag van jou is: waar in je leven zitten bepaalde ervaringen, zoektochten, verwarringen, uh, onvrede? Waar is dat eigenlijk een onderliggende vraag dan van zingeving aanwezig?